We zijn hier bij Loonbedrijf Zevink in Hengelo, Gelderland. Ze zijn nu aan het voorbereiden voor de kijkdag. We hebben hier straks een veiling. Het bedrijf wordt beëindigd door de ondernemer. En hij heeft besloten middels een veiling afstand te doen van zijn machines. De kinderen hebben tussendoor een keer aangegeven dat ze niet verder wouden met het bedrijf. En toen hebben we naar mogelijkheden gekeken wat we gaan doen, hoe gaan we het insteken. En dat heeft geresulteerd in deze beslissing dat we nu gaan stoppen met ons loonbedrijf. Ja, wij waren agrarisch gericht, weinig grondverzet en hoofdzakelijk op de veehouderij. Klein beetje akkerbouw, mest, gras, mais. De kijkdag is zaterdag van 10 tot 4. Dan is iedereen welkom hier om alle machines te bezichtigen. Voordat ze gaan bieden, misschien hebben ze al geboden. Maar de veiling die sluit dinsdag aanstaande om 7 uur 's avonds. Zaterdag kun je onder andere al onze tractoren zien, onze mestmachines, onze inkoolmachines, hakselaars, persen, maaiers, harken, silagewagens, opraapwagens. En we hebben nog een heleboel antieke machines uit vervlogen tijden, die zijn ook te zien hier. We zijn hier bij Loonbedrijf Zevink in Hengelo, Gelderland. Ze zijn nu aan het voorbereiden voor de kijkdag. We hebben hier straks een veiling. Het bedrijf wordt beëindigd door de ondernemer. En hij heeft besloten middels een veiling afstand te doen van zijn machines. De kinderen hebben tussendoor een keer aangegeven dat ze niet verder wouden met het bedrijf. En toen hebben we naar mogelijkheden gekeken wat we gaan doen, hoe gaan we het insteken. En dat heeft geresulteerd in deze beslissing. Dat we nu gaan stoppen met ons loonbedrijf. Ja, wij waren agrarisch gericht, weinig grondverzet en hoofdzakelijk op de veehouderij.